samen met Eline ijs draaien. Ik ben Eline aan het opmaken van ijs. Ja, er zijn heel veel aardbeien. Dus het is weer een pechdag vandaag. Hallo allemaal, wij zijn vandaag kijkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Het is donderdagochtend. En papa is ijs draaien. Normaal is papa vaak op donderdag vrij vandaag. Samen met Eline ijs draaien. Floor is ook klaar met de nieuwe jas om naar school te gaan. Wij zijn klaar om naar school te gaan, dus wij gaan ook naar de auto. Oh ja, met de nieuwe ballen en de nieuwe schoenen. Ik ga vertrekken. Met de nieuwe ballen en de nieuwe schoenen. Ja, allebei nieuwe schoenen. Doei, tot straks. En allebei een nieuwe bal. Allebei nieuwe schoenen mee. Je schooltas oppakken. Dan kunnen we gaan. En allebei een schooltas. Junior, even je schooltas pakken, alsjeblieft. Dan ga ik even naar de bakkerij. Van de bakkerij ga ik net een lange kantoordag maken. En Louis straks even lekker uit laten wandelen. En dan is het straks tijd om jullie op te komen halen. Gaat het zo snel voor jou? Ja. Voor ons gaat het echt een... Voor ons duurt het echt een hele dag. Ja, als ik lekker op kantoor zit, helemaal alleen thuis, dan kan ik altijd heel goed door. Mama, waarom is mijn tas zo zwaar? Dat weet ik niet. Ja, door die fles drinken, denk ik. Ja, Sophie die komt even bij ons kijken. Ik ben Eline aan het opmaken van ijs. We willen ons graag leren en volgende week mag je al helemaal zelf alleen ijs draaien. Dus altijd de vijfde keer dat we samen ijs draaien. Vierde volgens mij. Vierde? Ja toch? Vijfde. Ik denk ook vijf. Twee dagen. Echt? Ja. Het gaat al heel goed. Je gaat het zo zien, dan gaan we een bak mango uitdraaien. We hebben net al mango gedraaid, dan draaien we nog een keer mango. Dat staat hier. En je kan die messen die draaien. Ja, dit wordt mango ijs. Je hebt allemaal mesjes aan de rat. Dan draait het rond en die band die bevriest en die schraapt er constant het ijs eraf. Eigenlijk net als in de sluspuppiemachine. En dan, mijn sluspuppiemachine, dat is een andere temperatuur. En dan is die band echt min 30 graden. Dat kan je niet aflezen. Voor het ijs van sinaasappel, die helemaal klaar gewoon. Dat staat hier zo. Dit is allemaal sinaasappelsap met suikersop. En hier aardbeienijs hebben we ook al klaar staan. Ja, er zijn heel veel aardbeien. Dat ziet er altijd zo mooi uit dit. Dan gaan we nou pureren zo meteen. En dan maken we dan maar aardbeienijs van. En nou gaan we zo zien hoe we het in de bak uitdraait. Hier komt mango ijs nou eruit. En ja, hier doe jij het maar. Klaarstaan met volgende bak. Kijk, nu is die niet helemaal perfect. Maar... Als we niet zijn, gaat ze niet met stappen, toch? Ja, en Thomas is er ook, hè? Met Thomas ook, die wil ook ijsbeerman worden. Het alleen nog een haarnetje. Muts op. Een muts helpt echt niet. Lekt. Ja, dat doe ik volgende keer wel. Kijk, en zo doen we dan alles samen. Kijk, dat is een bakje. Dit is een shockvriezer, hier is het met min 35 graden. En dan vriest het heel snel aan het ijs. Haas? Ja, ik weet nog even, dat is een haas, ja. En dan gaan we zo meteen ook het haasje, haas uitdraaien. Dan draait hij al snel uit. Dus heel stevig. Daar ben ik nog niet zo goed in, want het gaat heel snel en dan...
moeilijk om in te schatten. Ja, want de ene keer zit hij veel te vol en dan zit het helemaal onder. De andere keer is het weinig en dan moet ik er weer bij doen. Oh, dan ga ik dat nog even laten zien op het cheater. Dan wil jij het sinaasappelijs erin zo. Ja. Nee, ik denk dat dat misschien wel lukt. Ik ga proberen. Ja, ja, dat is goed. Hier zit nog een beetje van de vorige keer. Nou, maar dit is perfect. Oh. Ja. Nou, niet lekker. Dan moeten we dit even pakken. Kijk, nu zitten dus een paar restjes met mango in. Ja, er zit nog een heel klein beetje mango-ijs in nu. Dat maakt eigenlijk niet zo uit. Nee, want nu, dan ja, dan nu we hebben we sinaasappel. Stel je voor, we doen nou vanille, ja, dat gaat nog niet. Nee, dat moeten we even schoonmaken in de machine. Maar een beetje mango en sinaasappel-ijs, dat maakt niet uit. Satisfying. Mag ik die nog even, ja, die zal heel hard zijn. Ja, die wil schoon. Ja, wat kunnen we doen? Ja, dus, ja, dat gaat niet hoor. Nee, staan. Oké, zullen we proberen dat erin te tillen? Ja? Ja, dat moet ik tillen. Ja, proberen, ja. Maar eigenlijk heb ik ook zo'n truc nodig. En als je hierop staat al. Dat is het alleen op maag, dan kun je zo en dan kun je het zo erin gieten. Want dit is eigenlijk het moeilijkste. Goed checken dat hij dicht zit, omdat dan... Ik heb dan wel eens gehad dat je hem open laat staan en dan... En ik sta hiervoor en dan is het alles allemaal vies. Oké. Dat is 25 kilo. Ja. Dus ik laat de sportschool zitten. Nou. Kijk, op deze manier kan je dat wel doen. Dan kun je die emmer met twee daarop tillen. Nee, dat lukt me wel, toch tillen? Ja? Ja. Je spot gewoon op mijn bed, hoor. Jawel, daarom ben ik zo sterk, joh. Oh, door de abonnement. Voor jou en voor Paul. Het is avondeten en Stan eet niet mee, want hij heeft de barbecue op school. En man, liefst zou om 5 uur thuis zijn. Het is 4:15. Dat maar, was maar even vergeten, hoor. Die is er nog niet. En we eten lekker asperges. Eigenlijk de eerste keer echt even een echt asperge menu. Met zalm en Hollandaise saus en spinach. Ham. Ja, spinazie voor de niet-liefhebbers van asperges. En een gekookt ei en krieltjes. Dus dat is. Sophie en ik vinden dit heel lekker. Ik was boodschappen doen. Ik dacht, nou. Ja. Het is. We hebben weer een pechdag vandaag. Met de ijsmachine. Een hele pet wel. Ik ben natuurlijk Eline aan het opleiden voor ijs. Dat hebben jullie al gezien, dat wij ijs aan het draaien waren. Maar de machine, 2 weken geleden is het mes kapot gegaan. We hadden gelukkig in Etteleur een reservemachine staan. En dat mes is, dankjewel. Dat mes heb ik uit die machine gehaald en in de machine in Allenbos gezet. Maar nu, normaal moet zo'n batch ijs in een kwartier klaar zijn. Nou, en vandaag begon het al. De eerste duurde een half uur, de tweede 40 minuten. Nou, de laatste duurde denk ik een uur. Ja. We hebben het nog eens af kunnen maken. Ik heb mijn werkkleren nog aan. Ja, we zijn helemaal gek van het wachten. Nu ga ik vanavond met een vrachtwagentje met laadklep ga ik die ijsmachine net teleur ophalen. Morgen komt de reparateur van de andere machine. Morgen gaan we. Dat is echt een geluk bij een ongeluk dat we die machine hebben staan. Ja. Morgen gaan we in het mini keukentje in Oudenbos met 2 ijsmachines werken voor de eerste keer. Ik had hem beter gelijk gewoon naar Oudenbos kunnen laten bezorgen. Ja, dat verwacht je niet. Want vandaag kwamen ze dat mes afleveren en die monteur of die het af kwam geven, die zei ja, dat is iets niet goed met de machine. Nee, zei, dat weet ik ook, maar het was de vorige keer, duurde het ook allemaal langer. Maar ik heb eigenlijk niet bij nagedacht. Nee, dus het is eigenlijk gewoon maar eigenlijk stom fout. Dat we vandaag echt, het ging steeds langer duren vandaag. Ja, maar het was echt uiteindelijk zo lang, was gewoon echt niet meer te doen. En het ijs, het werd ook helemaal niet goed hard, het bleef heel zacht. Dus morgen hebben we heel veel ijs te draaien. Echt heel veel. Echt heel veel, ja. We beginnen om 6 uur en dan ga ik om 3 uur. 500 kilo room ijs gaan we morgen maken. Staat op de planning. 525 kilo. En ik kom zo in één keer. 535. 535. Ja, toch? Ja, ik weet, ik heb de kap uitgerekend. Maar ja, wel met dubbele
machines. Ja, met twee machines, dus, denk ik, hoop ik. Het zou moeten kunnen. Zal ja. Kan dat stukje snijden? Ja. Nou, smakelijk eten allemaal. Dankjewel. Mama, je hebt het heel lekker gemaakt. Nou, ik heb niks gemaakt. Ik heb het alleen uitgekozen. Papa, dankjewel, heeft, papa heeft het gemaakt. Oh. Ja, Eline zei, ik heb het gemaakt. Ik heb het gemaakt. Vlees? Heeft mama dat gemaakt? Ja, dat nee, mama heeft het gekocht. Okay. Ik vroeg daar net of mama het had gemaakt. En Floor is het de eiermonster bij ons. Vind jij lekker, hè? Ja, Junior ook, hè? Ik ook. Jij ook. Je had een hack, zei jij. Nee, ik had een TikTok gezien van iemand met zachtgekookte eieren. Oh. Ik heb nog niemand nu zachtgekookte eieren. Ja. Het idee, eieren buiten de koelkast, water koken, erin leggen en dan gas uit. En 8 minuten wachten en heb je je zak gekookt ei. Als je een ei in de magnetron doet, dan ploft hij toch? Ja. Echt? Ja, ongeveer. Ja, als je dan... Ik zag ook, maakt, ook iets dat mensen in zo'n cupcake siliconen vormpje, zeg maar, een ei kapot tikken. Ja, ja. En dan zie je hem ook gewoon stollen. Ja. En dan weet je ook snel of die goed is, zeg maar. Ja. En dan krijg je ook een zak gekookt eitje. Maar dan in de vorm van een... In de magnetron. Cupcake. Nee, in een pan met water. Oh, zo. Ik zal het nog een keer proberen. Maar dat is voor jou. Ja, ik ben even gaan verkleden. En nou zijn we gisteren natuurlijk voor die schoenen geweest. Ze zijn allemaal aan het afwassen. En ik heb mijn schoenen aangedaan. Even kijken wat die oudsten ervan zeggen. Floor heeft ze natuurlijk al gezien, en Madelief. Mijn schoenen. Ik denk dat de kleur niet helemaal past bij mijn outfit verder. Maar gewoon even voor de gein even. Ja, ze staan allemaal af te wassen. Ga ik eventjes kijken naar de reacties. Nee, die schoenen. Leuke schoenen, papa! Dan moet je met donkerblauwe skinny jeans doen. Ja, ik denk dat de kleuren die kloppen niet bij elkaar. Die broek is te klein. Dat is de broek van jou. Nee, die is niet van mij. Hoe is die broek dan? Die had ik gisteren ook aan. Ik dacht echt donkerblauw. Dat is geen broek van mij. Van Nautan. Die is die van mij. Is dat vandaag? Die staat erachter. Achter die deur, met die camera, mag ik de camera? Chips. Ik ga even. Nee. Ik ga eventjes iets. Sorry, mijn secretaresse ben ik vergeten. Wat is dat? Secretaresse daar, geef je secretaresse naar chocolade. Maar, wat een leuke schoenen, papa! Ja, ik ga even jou vertellen hoe je dat goed kan stylen. Ja, ik kan maar niet die kleuren zien. Donkerblauw, dat is leuk. Met bijvoorbeeld een grijze en een donkerblauw toilet. En een witte van mijn schoenen. Doe jij even mee dan? Ja, is goed, ik ga jou even stylen. Oké, okay, tot zometeen. Nee, je komt zo meteen gesteld terug. Mijn schoenen ook. Oké, laat het even staan. Een mooi cadeau. Papa, moet je zo klappen? Je deed ook klappen. Tada, het is... ik deed ook klappen. Ik moet die velus loslaten van Eline. Dat hoort bij Jordans. Maar dat werkt niet. Dus als boomer... Wat zal dat zeggen? Ga ik ze even zo strikken achter de... Of zo, dan stop ik ze wel zo hier. Heb je het op de barbecue gedaan? Nee, het zijn barbecue pannen. Zo, stop ik ze er wel zo in. Dat mag wel, hè, dat ze niet zo los hangen. Hè? Dat vind ik niks. Ze moeten niet gestrikt zijn. Nee. Nee, Madelief, wat vind je hiervan? Ik vind het minder mooi dan net. Ja, vind ik mooi. Mama? Hey, mama. Ja, ik zou dat zelf nooit zo doen, omdat er dan hier zwart en bruin in zit, zou ik ook blauwe schoenen. Maar ja, misschien ben ik daar ook te... Dat zijn paarse schoenen, toch? Nee, ze is gewoon kokoblauw. Heel blauw. Oké. Maar misschien is dat, weet je, wij hebben een tijdje geleden dan een fotoshoot gehad, en daar waren ook combinaties waarvan wij dachten, zou ik zelf nooit doen. En dat is dan hip, dus dit is misschien ook wel hartstikke hip. Toch? Ah, nee, dat is niet heel hip of zo. Nee. Ja, maar die schoenen zijn ook al heel goed. Maar het is vooral ook met een witte broek en dan een blauwe trui. Dus de vaatwasser die staat nog aan. Ja, dat is allemaal. Dat is hij wel eens. Ja. Dat is zo. Ja, het was voor zoveel toen ik aan het koken was. Ik zet hem wel eventjes aan, maar dat is altijd een nadeel. Eentje. En wat vinden jullie van de koningspet? Wat vinden jullie van Madelief's koningspet? Ik ben de koning. Ja, ik ben vandaag met Nout. Nout die was klaar bij werken en die is nog even met mijn boodschappen doen. Dus ze zijn nog... Koningsspelen hoedjes en een shirt voor me gaan halen. En dan ging ik mee naar de supermarkt. En die was van Junior. Er is er daar nog eentje als je wil. Ja, ik heb die van mij. Die van mij ligt daar. Ik heb die kan je ook nog pakken. Ik had die voor Guus. Oh ja. Nou, ik ga nu naar Etten-Leur.
Nee, ik ga met Nout naar de hockey. Stan is naar school. Ik trak toch nou net in de tegenwoordig. Pak je nog één. En dan ga ik naar Etteleur de ijsmachine wisselen. En nog naar de harmonie. En dan morgen om 6 uur weer eruit voor ijs te draaien. Jippie. Had ik maar een vak moeten leren. Nee. Dus dit was weer een dagje uit ons leven. Bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe.